Goedemorgen. Fijn om weer terug te zijn. Ik wil u graag vandaag bemoedigen vanuit het Bijbelboek Job. Nou, dan weet ik wat u denkt. Is het mogelijk om iemand te bemoedigen vanuit het Bijbelboek Job? Maar ieder schriftwoord is nuttig om te onderrichten, dus laat mij u verrassen deze ochtend. Ik denk dat ik een paar geweldige openbaringen voor u heb. Het boek Job is het eerste boek wat Satan laat zien als een hemels wezen die gekomen is om te stelen, te slachten en te verdelgen. Het verhaal begint als er een ontmoeting plaatsvindt tussen God en zijn engelen, hier zonen Gods genoemd. In de Bijbel wordt in totaal 5 keer over zonen Gods gesproken om engelen aan te duiden. Nou, uniek is dit voorval niet, want in 1 Koningen 22 vanaf vers 19 dan lezen we iets vergelijkbaars. Dan lezen we over een vergadering tussen God en de hemelse legers. En God vroeg wie er koning Agab wilde verleiden. En een geest stapte naar voren, zegt de Bijbel, en zei, ik zal het doen. Tijdens de ontmoeting tussen God en zijn engelen in Job 1, waar ook Satan bij kwam staan, lezen we zo. Daar schiep God op over Job. God zei dat er niemand op aarde zo vroom, zo oprecht, zo godvrezend en wijkend van het kwaad was als Job. Nou, Satan vroeg zich af of Job zo was, omdat God hem rijkelijk zegende in alles wat hij deed en alles wat hij bezat. Hij suggereerde dat als Job alles werd afgenomen, Job God vaarwel zou zeggen. Nou, ik wil graag als eerste met u lezen Job 1 en dan vers 6 tot en met 12. Job 1. Vers 6 tot en met 12. En daar staat. Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen. En onder hen kwam ook de Satan. En de Heer zeide tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere, van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zeide de Heere tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij. Zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. De Satan antwoordde de Heere, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. De Heere zeide tot de Satan, zie, al wat hij bezit, zij in uw macht. Alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de Satan van des Heeren aangezicht heen. Maar dan mag de Bijbel nog even openhouden, zo dadelijk gaan we nog 2 versen lezen. Maar eerst dit. Uit dit gesprek leren we veel over Satan. Punt 1. Als hij ons niet kan aanvallen op ons gedrag of in wat wij spreken, dan klaagt hij ons wel aan wat betreft onze motieven. Wat zit erachter? Voor wie doe je het eigenlijk? Wat is de werkelijke reden? Etcetera. Punt 2. Satan moet rekenschap afleggen aan God. En dat is voor ons absoluut een bemoediging. Wat er ook gebeurt in ons leven, God weet ervan. En God heeft altijd het laatste woord en dus ook de totale controle. Satan spaarde Jobs leven niet omdat hij dat wilde. Nee, hij kon Job niet doden, omdat God hiervoor geen toestemming gaf. Dan punt 3. Satan kan maar op 1 plaats tegelijk zijn. Hij zei, ik heb een tocht over de aarde gemaakt. In het Nieuwe Testament staat ook dat hij gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Hij gaat rond en is dus maar op 1 plaats tegelijk. Nou, dat neemt niet weg dat Satan een heel leger van boze geesten en demonen achter zich heeft staan, die ons flink dwars kunnen zitten. Maar ook daar heeft de Bijbel een antwoord op, want in Lucas 10 staat dat wij, u en ik, macht hebben over slangen en schorpioenen, over de hele legermacht, dus over Satan en zijn demonen en alles wat ermee te maken heeft, en dat zij ons niets kunnen doen. De Statenvertaling zegt zelfs dat wij macht hebben over de kracht van Satan. Nou, hoe mooi is dat? Maar dat hebben wij alleen als wij dit woord in geloof ontvangen en in onze autoriteit gaan staan die God ons heeft gegeven. Maar dat is een andere boodschap. Nou, dan punt 4.
Hij kan niet vooruitkijken om onze gedachten te lezen, want anders zou hij geweten hebben hoe het verhaal van Job zou eindigen en dan zou hij zich absoluut al deze moeite bespaard hebben. En dan punt 5. Satans antwoord op Gods vraag waar hij vandaan komt, toont aan dat hij werkelijk actief is op de aarde. En dat is goed om ons te beseffen. Sommige mensen zeggen, je moet niet te veel aandacht aan de duivel besteden. Er zijn mensen die geloven helemaal niet in de duivel. Maar hoe kun je een vijand verslaan als je denkt dat er geen vijand is? Dat is absoluut onmogelijk. Nou, het is natuurlijk heel apart om te zien dat Satan überhaupt met God praat. En misschien zijn er mensen die dit vreemd vinden. Maar ook Zacharia 3 vers 2 en Openbaring 12 vers 10 spreken hierover. In de geestelijke wereld is veel meer gaande dan wij kunnen zien in het natuurlijke. Nou, gelukkig stelt God beperkingen aan wat Satan kan doen. Als u vers 10 goed leest, dan ziet u dat Satan al eerder geprobeerd had om Jobs leven binnen te dringen. Maar dit lukte niet, omdat God Job op een bovennatuurlijke manier beschermde. En daar wil ik graag als eerste iets dieper op ingaan. En daarvoor gaan we nog twee versen lezen, namelijk Job 1 en dan vers 4 en vers 5. En daar staat: zijn zonen nu plachten een feestmaal aan te richten, ieder op zijn beurt in zijn eigen huis. En nodigde dan hun 3 zusters uit met hen te eten en te drinken. Job had 7 zonen en 3 dochters. En dan vers 5. Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen. Hij stond dan des morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer. Want Job dacht, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. En zo deed Job altoos weer. Dit deed hij elke keer telkens weer. Tot zover de schriftlezing. Nou, deze offers zorgden voor de bovennatuurlijke bescherming voor Job, zijn vrouw en zijn kinderen. Dit patroon zien we namelijk in diverse Bijbelgedeelten naar voren komen. In de tijd van David werd hij beschermd door een ernstige plaag, omdat hij offers op het altaar bracht. En toen God zag dat David een bloedoffer bracht, bleef Jeruzalem gespaard. Je kunt het lezen in 1 Kronieken 21, vers 26 en 27. In het oude verbond gaven bloedoffers de mogelijkheid om vrij te worden van schuld. De bloedoffers van Job speelden daarom een grote rol in de bescherming van Job en zijn familie. Nou, wij hoeven gelukkig geen bloedoffers meer te brengen, prijs de Heer daarvoor. Wij mogen om vergeving vragen. De Bijbel zegt in 1 Johannes 1 vers 9, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dat vind ik zo mooi, want niet alleen onze zonden worden vergeven, maar ook worden we keer op keer compleet gereinigd. Wauw, prijs de Heer. Nou, de bloedoffers die Job bracht, waren de reden waarom Satan tegen God zei in vers 11, strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit. Satan wist namelijk heel goed dat Job geen bloedoffers meer kon brengen nadat al zijn dieren dood waren. Ziet u hoe slim dat was van de duivel? In het Oude Testament zien we dat de duivel altijd achter bloedoffers aanging. In Genesis 4 vers 5 tot en met 8, daar lezen we over Kaïn en Abel. Kaïn was boos. Waarom? Wel omdat God acht sloeg op het bloedoffer van Abel. Abel offerde een schaap, dus bloed, en Kaïn offerde graan en sommigen zeggen fruit, maar in beide gevallen betreft het hier een spijsoffer. En God zei vervolgens tegen Kaïn, als je niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Wauw, wat een openbaring. Als wij niet doen wat God van ons vraagt, dan ligt de zonde als een belager aan de deur. Hoort u dat? Op de loer, klaar om ons aan te vallen. En daarom moeten wij heersen over verleidingen die tot zonde kunnen leiden. Verleidingen die de duivel op ons afstuurt. En dat kunnen we door de wil van God te doen, keuzes te maken in ons leven en door te wandelen in de geest. Nou, dan kun je afvragen, wat is dan precies wandelen in de geest? Wel, ik kan het in één zin zeggen. Wandelen in de geest is een manier van denken die op één lijn ligt met het woord van God, waardoor we gericht zijn op het doen van de wil van God.
En dat is wandelen in de geest. En als we zo wandelen, dan heeft zonde geen kans. En dan ketsen alle brandende pijlen van de boze van ons af en schieten ze geen doel. Nou, Kaïn vroeg zijn broer mee te gaan in het veld en doodde hem vanwege zijn bloedoffer aan God. Nou, bijzonder is dat nadat Abel gestorven was, het bloed van Abel tot God riep. Staat in uw Bijbel. En Hebreeën 11 vers 4 zegt dat het kwam vanwege het betere offer wat Abel bracht, omdat hij rechtvaardig was, net als Job, en God getuigenis gaf aan zijn gaven. Met andere woorden, God sprak erover. En God sprak ook over Job. Spreekt God ook over ons? Het zou goed zijn om onszelf af en toe deze vraag te stellen. Als God vandaag met de duivel over mij zou spreken, en ik wijs bewust naar mezelf, wat zou hij dan zeggen? Toen Mozes en zijn volk gescheiden werden van Egypte, ander voorbeeld, gaf Farao in Exodus 10 vers 24 toestemming om te gaan, maar hij gaf ook het bevel om alle dieren in Egypte achter te laten. Hetzelfde verhaal. In Hebreeën 9 vers 22 lezen we waarom. Daar staat, en nagenoeg alles wat volgens de wet gereinigd en zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En daarom wilde Satan alle dieren van Job wegnemen, zodat hij geen bloedoffers meer kon brengen en dus ook geen vergeving kon ontvangen. Nou, natuurlijk is dat ook een heenwijzing naar de Heer Jezus, want zonder het bloedoffer wat de Heer Jezus bracht, zou er voor ons ook geen vergeving zijn en zouden we allemaal verloren gaan. Prijs de Heer voor Jezus Christus, halleluja. Nou, Mozes zei vervolgens tegen Farao in Exodus 10 vers 26... maar ook ons vee moet met ons meegaan, want daarvan zullen wij nemen om de Heere, onze God, te dienen. Als wij offers brengen, dan dienen wij daarmee de Heer. In Exodus 12, vers 21 tot en met 23, daar lezen we over Mozes die de oudsten van Israël opdracht geeft om een lam te slachten en het bloed van het lam aan de deurposten te smeren. Je kent allemaal het verhaal, het was voor bescherming van de Allerhoogste vanwege de dood van de eerstgeborene die eraan zat te komen. Nou, wat staat er in vers 23? Waar gaat het mee om? Daar staat, dan zal de Heere die deur voorbij gaan en, let op, de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Wauw, dit is exact wat er bij Job gebeurde. Weet u nog, Satan zei, hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Nou, hoe wist Satan dat? God had hem dit niet verteld. Nee, Satan had al eerder geprobeerd om Jobs leven binnen te dringen, maar dit lukte hem niet, omdat God Job op een bovennatuurlijke manier beschermde door de gehoorzaamheid waarin hij wandelde en de bloedoffers die hij bracht. Wat een onvoorstelbare openbaring voor ons vandaag. Tijdens de eerste golf van aanvallen behield Job zijn vertrouwen in God. Toen Job hoorde dat hij alles was kwijtgeraakt, inclusief zijn 10 kinderen, zei hij in Job 1 vers 21, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Dit is toch werkelijk onvoorstelbaar. Ik denk, het ergste wat een ouder kan overkomen, is een kind verliezen. Dat zult u allemaal met me eens zijn. En Job hoorde op één moment, op één dag, dat hij niet alleen als een bezit was kwijtgeraakt, maar dat tijdens een zware storm ook al zijn 10 kinderen waren omgekomen. En wat doet Job? Hij gaat de Heer prijzen. Hij zegt, de naam van de Heere zij geloofd. Hoe is dat mogelijk? Wel, ik heb een antwoord voor u. Job kon alleen maar zo reageren omdat hij Gods soevereine gezag erkende over alles wat God hem had gegeven. En de Bijbel zegt in vers 22 dat Job in het alles niet zondigde. Hij vervloekte God niet, gaf God ook niet de schuld. Nee, Job slaagde glansrijk voor de test. En de Bijbel geeft ons hierdoor nog een prachtige openbaring. Job bewees dat mensen van God kunnen houden om wie hij is en niet om wat hij geeft. Dat zal ik nog een keer zeggen. Job bewees dat mensen van God kunnen houden om wie hij is en niet om wat hij geeft. Gevolg, de duivel had zijn eerste ronde verloren. Halleluja.
Nou, toen volgde er een tweede ontmoeting tussen God en de zonen Gods, waar ook de Satan weer bij kon staan. En God sprak wederom lovende woorden over Job. Maar Satan wist van geen ophouden. Hij zei in Job 2 vers 5, strek uw hand uit en tast zijn lichaam aan. Dan zal hij u openlijk vaarwel zeggen. En vervolgens kreeg Job zweren van zijn voeten tot op zijn hoofd. En de Bijbel zegt dat Satan hem deze gaf. En nam hij een pot scherven om zich ermee te krabben. Nou, dat betreft niet dezelfde soort zweren die de Egyptenaren over zich heen kregen in de zesde plaag uit Exodus 9 vers 11. Het waren zeer pijnlijke zweren die een brandend gevoel gaven. Nou, terwijl hij onder deze gruwelijke zweren zat, zei zijn vrouw tegen hem: volhard je nog steeds in je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf! En zij bespot hiermee zijn vertrouwen in God. Nou, dit was duidelijk een volgende aanval van Satan, die Job zijn vrouw misbruikte om Job alsnog God te laten vervloeken. Maar Job deed anders. Hij zei tegen zijn vrouw: je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Job 2 vers 10. Meteen 16 vers 23 gebeurde min of meer iets vergelijkbaars. Petrus stond achter Jezus en begon hem te bestraffen vanwege het feit dat Jezus zou sterven. En zei: dat verhoede God, heren, dat zal u geenszins overkomen. En wat zei Jezus? Jezus zei: ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Nou, Job zijn vrouw was op dat moment ook niet bedacht op de dingen Gods. Maar is aan de andere kant een van de meest onbegrepen en verguisde personen uit de Bijbel. Maar we mogen haar nooit veroordelen. Verplaats u zich eens in haar situatie. Zij verloor als moeder ook al haar 10 kinderen. Ze zat in ongekende rouw en verdriet. Daarnaast had ze al haar aanzien verloren omdat ze van schatrijk naar complete armoede ging. Maar blijkbaar hield ze zoveel van Job dat ze zijn lijden niet langer kon aanzien. Haar gedachte was een natuurlijke gedachte waaruit een menselijke reactie kwam. Nou, wat zouden wij zeggen als wij in deze situatie zouden zitten? Nou, voordat u hier antwoord op geeft, even een opsomming van Job zijn probleem. Job had hoge koorts, koude rillingen, last van verkleuringen, diarree en hij moest overgeven. Job 30 vers 30. Hij had ontstekingen in zijn lichaam. Job 2 vers 7. Hij had aanhoudende extreme jeuk. Job 2 vers 8. Er waren veranderingen in zijn gezichtshuid. Hij was mismaakt. Hij was misvormd. Job 2 vers 12. Hij had verlies van eetlust. Job 3 vers 24. Hij had angst en was depressief. Job 3 vers 25. Hij had zweren die geïnfecteerd raakten, de huid deden openbarsten. En het last van wormen. De Bijbel spreekt over maden die zijn zweren besmetten. Job 7 vers 5. Job had moeite om adem te halen. Job 9 vers 18. Zijn ogen werden donker. Job 16 vers 16. De Bijbel zegt dat hij moest huilen en dat er een diepe duisternis over zijn oogleden kwam. Hij had zeer slechte adem en stonk, zegt Job zelf in Job 19 vers 17. Hij had last van extreem gewichtsverlies. Hij was compleet uitgedroogd. Hij was een geraamte bedekt met vel. Job 19 vers 20. En hij had constant ondraaglijke pijn. Job 30 vers 17. Nou, toen ik met dit gedeelte in de voorbereiding bezig was, gaf de Heer mij een bijzondere openbaring. Iets wat ik nog nooit had gehoord, nog nooit heb gezien en nog nooit heb gelezen. Ik weet niet welk beeld dit bij u oproept, maar de Heilige Geest liet me zien dat dit een schaduwbeeld is van de hel. Mede omdat het Satan persoonlijk was die Job sloeg met al deze verschrikkingen. Maar om dit te onderbouwen, ga ik u wat bijbelteksten voorlezen. Want de Heer gaf me ook de teksten in de gedachten. Job had ondraaglijke pijn. De Bijbel zegt in Mattheüs 24 vers 51 dat mensen in de hel gefolterd zullen worden. Folteren is iemand ernstige lichamelijke pijn toebrengen. In Lucas 13 vers 28 staat ook: daar zal het geween zijn en het tandengeknas. Nou, Job was compleet uitgedroogd. We lezen in Lucas 16 over een man die in de hel zat
en vroeg of Lazarus wilde komen om met een druppel water zijn tong te verkoelen. Deze man was ook compleet uitgedroogd. Job zijn ogen werden donker. Er kwam zoals gezegd een diepe duisternis over zijn oogleden heen. De Bijbel zegt in Matthäus 22, vers 13 dat de hel een plaats is van buitenste duisternis. Job had moeite om adem te halen. De Bijbel zegt in Openbaring 20, vers 10 en in Openbaring 21, vers 8 dat de hel een poel is van vuur en zwavel. Op een plek waar vuur en zwavel is, is het heel moeilijk om adem te halen. Denk maar aan brandweermannen die een brandend huis binnengaan. Ze hebben niet voor niets zuurstofmaskers op hun gezicht. Nou Job, al deze sferen die waren als brandwonden. De Bijbel zegt in Matthäus 18 vers 8 en in Matthäus 25 vers 41 dat de hel een plek is van eeuwig vuur. Wel, het beeld mag duidelijk zijn. Er is dan ook geen twijfel mogelijk dat Job van top tot teen gekweld werd en letterlijk door een hel ging. Maar ondanks dat weigerde hij te luisteren naar zijn vrouw. Nou mannen, begrijp me niet verkeerd. Het is heel goed om te luisteren naar uw vrouw. Maar Job deed in dit geval het goede. Hij had heel goed gehoord wat ze zei, maar hij ging er niet op in. Want Job begreep een paar dingen heel goed. 1. God kan geven en nemen. 2. God kan ons zegenen, maar hij kan ook tegenspoed toelaten. 3. Job wist dat hij ten allen tijde op God moest blijven vertrouwen. En 4. Job wist dat het zijn verantwoording was om ondanks de zware omstandigheden ook verbaal zuiver te blijven. Hij ging niet schelden, hij ging niet vloeken. En de Bijbel zegt in vers 10, in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Wat een onvoorstelbaar groot man Gods en wat een voorbeeld voor ons vandaag. Nou, uiteindelijk vervloekte Job niet God, maar vervloekte hij zijn eigen geboortedag in hoofdstuk 3. God bleef hij trouw. Nou, vers 25 zegt Job nog iets opmerkelijks wat vaak verkeerd wordt uitgelegd. Daar zegt Job, wat waarvoor ik vrees, dat overvalt mij. En wat ik ducht, dat treft mij. Nou, sommigen leggen uit, en dan voornamelijk in de voorspoed leren, dat Job bang was dat hij alles zou kwijtraken en dat zijn angst hiervoor nu werkelijkheid was geworden. Maar dat wordt hier niet bedoeld en staat ook nergens in de Bijbel. Job zijn grootste angst was dat zijn kinderen God zouden vervloeken. Nou, dat staat wel in de Bijbel. Job 1, vers 5 in de Hebreeuwse grondtekst. En nu vervloekte Job zichzelf. Want waarvoor ik vrees, de vervloeking, dat overvalt mij. Nou, hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 31 laat ons de gesprekken zien die Job gevoerd heeft met zijn vrienden. En bijna alles wat zijn vrienden zeiden werd ontkend, betwist en weerlegd door Job, omdat hij wist dat zijn hart zuiver was. Een paar maanden lang hebben zijn drie vrienden ervan proberen te overtuigen dat zonde de reden was dat er zijn bezit, familie en gezondheid was kwijtgeraakt. Een oordeel is snel gegeven. Ook vandaag. Mensen roepen van alles. Bemoeien ze er overal mee. En weten het vaak nog beter dan wij zelf. Vooral op social media. Maar in sommige situaties is het helemaal niet belangrijk wat andere mensen ervan vinden. Wat zegt God? Dat is wat telt. En uiteindelijk sprak God tegen Job. Hij sprak vanuit een krachtige storm en Job ontving een diepe openbaring over wie en hoe groot God werkelijk is. God had Job laten zien dat hij als beperkt mens met zijn beperkte denken niet het vermogen had om de almachtige schepper van hemel en aarde te beoordelen. En daarom had Job uiteindelijk ook berouw. Nou, in Jesaja 55 vers 8 zegt God, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. God bepaalt te allen tijden wat er in het leven gebeurt. En hij zal doen wat hij het beste vindt en God hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. We kunnen dit allemaal lezen in hoofdstuk 38 tot en met 41. Nou, wel belangrijk om te vermelden is dat God zelf naar Job toe ging, waarbij hij zijn liefde en zorg voor Job liet zien. God is te allen tijden persoonlijk bij ons betrokken. In welke situatie u vandaag ook zit, door welke duistere storm u misschien ook gaat, God is nooit ver weg. Halleluja.
In het begin van het verhaal zei Job dat de Heer geeft en de Heer neemt. Tijdens alle moeilijkheden had Job niet door dat het Satan was die al deze verschrikkingen over hem heen liet komen. Nadat niemand wist van de ontmoeting tussen God, zijn engelen en Satan, openbaarde God zelf aan Job wie zijn werkelijke vijand was. En dit leidt ons naar twee bijzondere hoofdstukken in de Bijbel, namelijk Job 40 en 41. Hier lezen we onder andere over de kracht van een wezen genaamd de Leviathan, of Leviathan, hoe je het wil uitspreken. Een wezen dat een bedreigend en diep gevoelde angst kan veroorzaken. Nou, dit wezen wordt door velen gezien als een krokodil, omdat de meeste vertalingen het zo vertaald hebben. Maar als we de Bijbel dieper onderzoeken, dan komen we erachter dat het eigenlijk om iets anders gaat. Leviathan wordt namelijk ook in andere Bijbelgedeelten genoemd, zoals in Jesaja 27 vers 1. Hier wordt Leviathan de snelle en kronkelende slang genoemd die door God verslagen zal worden. Nou, in Psalm 74 vers 14 lezen we in een andere profetie dat God de koppen van de Leviathan verbrijzeld heeft, wat gaat gebeuren bij de zichtbare wederkomst van Jezus aan het eind van de 7 jaar grote verdrukking. De grondtekst spreekt hier over een zeedraak. Nou, in het Nieuwe Testament, in Openbaring 12 vers 3, wordt Satan symbolisch neergezet als een vuurrode draak met 7 koppen. In het Grieks staat er dragon, maar verwijst niet naar een draak, maar naar een slang. In Openbaring 12 vers 9, daar lezen we ook over de grote draak, de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt. Ziet u? En God vertelt aan Job dat dit wezen met geen enkel aards wapen te verslaan is, en dat geen enkel mens hem kan overmeesteren. Dit gaat dus absoluut niet over een krokodil. De enige wapens die effectief zijn tegen de duivel, nu we het toch over wapens hebben, zijn Gods wapens uit Efeziërs 6, vers 11 en 12. Daar staat: bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens. Tegen de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren. Een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Nou, dat is toch al niet wat. Omdat we dit niet iedere dag zien, staan we daar ook niet iedere dag bij stil. Maar dit is waar wij dagelijks mee te maken hebben. En daarom is het belangrijk om de wapenrusting Gods op de juiste manier te gebruiken en in te zetten. Maar dat is ook een andere boodschap. Nou, God identificeert Leviathan bovendien als de koning over allen die trots zijn. Nou, wat zei Lucifer, later de duivel, in Jesaja 14, vers 13 en 14? Daar heeft Lucifer gezegd: ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg de samenkomst ver in het noorden. Ik zal opstijgen boven de hoogte der wolken en mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Pure hoogmoed. Hij wilde gelijk zijn aan God. Maar dat is absoluut onmogelijk. Er is maar één God. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. De schepper van hemel en aarde. Halleluja. Nou, toch heeft de duivel macht en kracht. Dat moeten we niet onderschatten. In Openbaring 13 vers 2, daar lezen we: en de draak, Satan, gaf hem, de komende antichrist, zijn kracht en zijn troon en grote macht. Nou, gelukkig zegt de Bijbel ook in 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Wauw! Alle macht en kracht van Satan is niets meer waard als Jezus komt. Amen? Nou, nadat God Job had laten zien dat het Satan was, bestrafte hij de drie vrienden van Job en liet hen zien dat ze niet juist over hem, over God, hadden gesproken. En ze moesten vervolgens bloedoffers brengen, daar heb je het weer, 7 jonge stieren en 7 rammen. En God zei dat ze Job moesten laten bidden, want God accepteerde alleen het gebed van Job. Waarom? Wel, Jacobus 5 vers 16 staat: het gebed van de rechtvaardige vermag veel, doordat daar kracht aan verleend wordt. En Job was hier de rechtvaardige. En Job moest bidden voor zijn drie vrienden, terwijl ze kwaad over hem hadden gesproken. Het is belangrijk om hen te vergeven die ons iets hebben aangedaan.
God is er helder en duidelijk over dat we niet gezegend kunnen worden als we bitter zijn en niet kunnen vergeven. Sterker nog, als wij niet vergeven, dan worden onze gebeden niet verhoord. En de Bijbel zegt in Mattheüs 5, vers 22 en 23 dat ook onze financiële offers niet gezegend zullen worden. Maar het belangrijkste is dit. De Bijbel zegt in Mattheüs 6, vers 14 en 15 dat als wij niet vergeven, God ons ook niet vergeeft. En dan heb je een heel groot probleem. En Job moest ook vergeven. En dat deed hij. En Job bad voor zijn vrienden die hem hadden gekwetst en teleurgesteld. Bidden voor iemand die ons pijn heeft gedaan is niet makkelijk, maar wel bijbels. Jezus zegt in Mattheüs 5, vers 44, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Vergeving laat niet alleen gevangenen vrij uit onze mentale gevangenis, maar zorgt ook voor de bovennatuurlijke zegen van God, omdat wij gehoorzaam zijn aan wat God van ons vraagt. Nadat Job voor zijn vrienden gebeden had, was de weg voor hem vrijgemaakt om de zegen van God opnieuw te ontvangen. We lezen dat namelijk in Job 42, vers 10. Daar staat, en de Heere bracht een keer in het lot van Job. Wanneer? Toen hij voor zijn vrienden gebeden had. Hoort u dat? En de Heere bracht een keer in het lot van Job. Toen hij voor zijn vrienden gebeden had. En de Heere gaf Job het dubbele terug van al wat hij bezeten had. Wat een geweldige les die we hier leren vandaag vanuit dit Bijbelboek. Nou, dit brengt ons wel gelijk bij een volgende vraag. Want waarom kreeg Job het dubbele terug van alles wat hij was kwijtgeraakt? Wel, alles heeft een reden in de Bijbel. En ik zal het u openbaren. God openbaarde Job dus dat het de duivel was die hem aanviel en die ervoor zorgde dat hij alles kwijtraakte. Nou, let op. Het is belangrijk dat dit aan Job geopenbaard werd en de dief, de duivel die gekomen is om te stelen, te slachten en te verdelgen volgens Johannes 10, vers 10, ontmaskerd werd. Als de dief namelijk gevonden werd, zal Job het dubbele terug ontvangen volgens Exodus 22, vers 7. Want daar staat, wanneer iemand aan zijn naaste geld of goed te bewaren geeft en het uit het huis van iemand gestolen wordt, dan zal de dief, indien hij gevonden wordt, het dubbele als vergoeding geven. Het was de wet van Mozes die aangaf dat als een dief gepakt werd, hij het dubbele moest vergoeden van alles wat hij gestolen had. En God ontmaskerde Leviathan, Satan, als de dief. En Job had dus het recht om het dubbele terug te ontvangen van alles wat hem afgenomen was. En God gaf hem dit. In het begin van het verhaal had Job 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 runderen en 500 ezelinnen. Een enorme zakelijke portfolio met vandaag een waarde van ongeveer 5,6 miljoen euro. Inclusief het gigantische land wat Job in bezit moet hebben gehad, waar al die dieren op rondwandelen. En het voedsel, et cetera. De Bijbel zegt dat Job een complete slavenstoet had die voor hem werkte, die hem diende. En Job werd gezien als de rijkste man van het oosten. En als Job ergens kwam, dat zegt Job zelf, dan sloegen ze de hand voor de mond. En dan werd het stil, want iedereen wilde horen wat Job te zeggen had. Hij was een man van gigantisch aanzien. Een groot man Gods. Nou, na de dubbele zegen Job 42 vers 12, had Job 14.000 schapen, 6.000 kamelen, 1.000 runderen en 1.000 ezelinnen. Nou, dit bewijst dat elk dier wat Job bezat exact verdubbeld was. Maar dat is nog niet alles. In Job 42 vers 13 lezen we dat Job opnieuw 7 zonen en 3 dochters kreeg. Dit was exact gelijk aan de zonen en dochters die Job had voor de aanval van Satan. Nou, nu zou je kunnen denken dat het aantal kinderen ook verdubbeld had moeten worden, net als bij alle dieren. Maar als je dieper over nadenkt, dan is het aantal kinderen ook verdubbeld. Job had 7 zonen en 3 dochters die tijdens de storm omkwamen. Hij ontving nog eens 7 zonen en 3 dochters nadat de strijd gestreden was. 10 kinderen die stierven en 10 kinderen die geboren werden. En straks bij de opstanding van de Oud-Testamentische heiligen zijn ze alle 20 samen met Job en zijn vrouw bij de Heere. En daarom is dit niet tegenstrijdig.
Dan, tot slot. Job had keer op keer bloed nodig op het altaar, maar wij hebben vergeving ontvangen doordat Jezus Christus zijn bloed gaf en stierf aan het kruis op Golgotha voor onze zonden. Maar dat wil niet zeggen dat wij geen offers meer hoeven te brengen. Wij brengen vandaag offers door te geven, te bidden, te vasten en keuzes te maken naar de wil van God en door ons geloof. Matthäus 6. Omdat wij gekocht en betaald zijn door het bloedoffer wat de Heer Jezus bracht, zijn wij toegewijd aan Hem en leven wij ons leven als een dagelijks offer van aanbidding. Net als Job. Paulus schrijft dit in Romeinen 12 vers 1. Daar staat, ik vermaan u dan broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Ziet u? Nou, als we dat doen, dan mogen ook wij de bovennatuurlijke zegen en bescherming van God verwachten. De bovennatuurlijke zegen en bescherming van God die Satan op een afstand houdt. Wauw. God houdt van ons. En hij heeft het beste met ons voor. En ja, hij wil ons zegenen. Maar hij wil ook dat we gehoorzaam zijn. In voor- en in tegenspoed. We leven in een gebroken wereld. En de feiten spreken voor zich. Ook christenen gaan door een storm. Maar het goede nieuws dat ik vandaag mag brengen, is waar u ook doorheen gaat, waar u ook mee worstelt, welke strijd u ook te voeren hebt, God is erbij. Hij weet ervan. Hij houdt van u, hij is met u en hij heeft achter de schermen alles onder controle. Ik sluit af met Klaagliederen 3 vers 26. Een bemoedigende tekst. Daar staat, het is goed rustig te vertrouwen en te wachten op de hulp van de Heer. Het is goed rustig te vertrouwen en te wachten op de hulp van de Heer. Want alles gebeurt op zijn tijd. Halleluja. Amen. Laten we bidden. Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus danken wij u. Dat we een geweldige les mochten leren uit het Bijbelboek Job. Door een kijkje te nemen in zijn leven en wat er achter de schermen gebeurde. Vader, dank u wel voor deze bemoediging die wij vandaag nodig hebben in een tijd waar er veel moeilijkheden zijn. En ik bid dan ook als hier mensen zijn die zeggen, Henk, deze boodschap was voor mij. Ik ga op dit moment door een storm in mijn leven. En dat kan een kleine storm zijn, een grote storm, een aankomende storm. Misschien zit u in een huwelijkscrisis. Misschien heeft u financiële problemen. Misschien gaat het niet lekker op school. Of op uw werk, in uw bedrijf. Wat het ook is. Als u zegt, ik ga vandaag door een storm. En ik heb Gods hulp nodig. Ik weet niet hoe ik het langer nog moet volhouden. Dan wil ik gewoon even vragen of u wilt gaan staan op de plek waar u zit. Zodat ik voor u kan gaan bidden. Als er mensen zijn die zeggen, ik ga door een storm. En het maakt niet uit wat het is. En het is iets tussen u en God. Ga gewoon staan. Staan voor het aangezicht van de Heer. Ik ga je niet naar voren vragen. Ik ga niet bidden voor genezing. Ik ga niet bidden voor bevrijding. Ik ga niet bidden of God vandaag een doorbraak wil geven. De Heer heeft specifiek tegen me gezegd dat ik vandaag moet bidden voor kracht. Bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest om staande te blijven in de storm waarin u verkeert. En als u zegt, dat is wat ik ontvangen wil, ga dan gewoon staan. Halleluja, God is goed. Jezus zegt, waar twee van u het met elkaar eens zijn,
over iets. Vraag het mijn vader en hij zal het voor u doen. En ik hoop dat iedereen zit en iedereen staat, dat ze het met me eens zijn. Dat we kracht nodig hebben in deze donkere tijd waarin we leven. In de problemen die zich opstapelen in de wereld. Waar mensen financieel niet meer rond kunnen komen. Dus laten we met elkaar het aangezicht van de Heer zoeken. En wilt u met mij meebidden in uw gedachten. Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Wij bidden voor een ieder die is gaan staan. Dank u wel, Heer, dat u hen kent. Dat u hen lief hebt. Dat u weet van elk probleem wat er gaande is. Maar dat u ook achter de schermen alles onder controle hebt. Heer, wij weten niet alles. U weet alles. En we weten niet hoe lang stormen aanhouden en wanneer er een doorbraak komt. Maar we bidden vandaag eenparig in de naam van Jezus voor kracht. Bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest die ons helpt. Met name ook zij die staan. Om staande te blijven in de storm waarin ze verkeren. Om door te kunnen gaan, om niet op te geven. En om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Heer, geef hen kracht. Kracht die nodig is. Heer, om dit vol te houden. En Vader, dank u wel, Heer, dat op een dag de doorbraak zal komen. Dat kan morgen zijn, dat kan volgende week zijn of over 3 maanden. Tot die tijd, Heer, wees dicht bij ons. Help ons. Leid ons door uw geest. Geef ons inzicht, wijsheid, openbaring en onderscheid van geesten. Zodat we de dingen ook van de boze kunnen herkennen. Zodat we dit kunnen bestraffen in de naam van Jezus. Want veel problemen die op ons afkomen, sommige dingen is door eigen schuld, maar veel dingen zijn ook dingen die Satan op ons pad stuurt. Want hij wil ons dwars zitten. Hij wil ons van God afhouden. En daarom bidden we voor kracht. Zodat we ook dicht bij de Heere blijven. En zodat we uiteindelijk als meer dan overwinnaar uit de storm mogen komen. Dank u daarvoor, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.